Ja, hallo en welkom bij Boos, waarin ik boze mensen probeer onboos te maken omdat het lekker voelt en dat is lekker. En deze keer, Jari. Hey. Hey, hallo. Hey, je bent boos, hè? Ja. Ah ja. En als je een emotie moet kiezen die daarbij hoort, welke hoort daar dan bij? Ja, boos. Ja, logisch wel, ja. Ja. Goed, even de zaken. Jari kocht dus bij vliegtickets.nl een retourtje naar Lyon. En op de heenweg ging alles goed en op de terugweg niet. Hij kon niet inchecken. Nou, lekker dan. Jari spreekt geen eens Frans. Zit je daar een beetje met een naam die op jaren gelijk nog niet jarig te zijn? Beetje jammer van zijn leven, is toch zo? Oké. Dit is waarom ik nooit met kinderen werk. Jij bent boos? Ja. Waarom eigenlijk? Ik had een retourtje via vliegtickets.nl. De herreis ging goed, alleen de terugreis moest ik een nieuw ticket kopen van 157 euro. Oké, wacht even. Leg me ietsje meer uit. Hoe zit dit precies? Nou, ik ging naar mijn beste vriend in Lyon. Ja? En, hoe oud ben je? Je bent 9 of zo? 15. Oké. Dan kan het net. Ja, precies. In je eentje ging je? Ja. Oh, dat is best stoer. Ja, toch? En toen ben je een paar dagen bij je beste vriend geweest? Ja. Is dat ook je lover? Nee. Oké. En toen ging je weer terug? Ja. En dat ging niet? Moest van tevoren inchecken. Alleen, de heenreis ging wel goed, want ik kon gewoon inchecken. Terugreis had waarschijnlijk dus vliegticket. Vliegtickets.nl, niet naar EasyJet betaald. Ja. En dus moest ik een nieuw ticket kopen van 157 euro. Hier, kijk. Dit zijn alle documenten. Wat doe jij nou? Oprapen. Fuck jou. Nee, dat doen we niet. Hallo. Dus heen en terug was 169 euro? Ja. En enkeltje terug kost 157. Dus je hebt meer dan 300 euro betaald? Aan kutvliegtickets.nl. Oh. Ja. Je zei kut. Ja. Je bent 15, je moet heel lang werken voor dat geld. Ja. Wil je gewoon dat geld terug? Ja. Wat doe je eigenlijk voor werk? Ik werk bij mijn ouders in de groentewinkel. Oh, wat is je lievelingsgroente om te verkopen? Snijbonen. Waarom? Ze zijn groen. Ik wil niet meer dat kinderen mij mailen. Als je volwassen bent, in je hoofd, maar jij 15 of 25 bent, dan mag je meedoen. Zullen we gaan? Ja, lijkt me een sterk plan. Nee. Eerst gooi je papier en dan ga je dit doen. Ja. Oké, alles bereid je. Jari moest dus in Lyon een nieuw vliegticket kopen voor de terugweg en dat kostte 157 euro. Nou, een retour kostte 169 euro en nu heeft Jari bijna twee keer zoveel betaald. Moet je je voorstellen dat alles opeens twee keer zoveel kost? Een nieuwe telefoon omdat Walibi die sloopt of een glas bier op een hip Amsterdams terras of seks met een prostituee, het is hartstikke duur opeens. Zeker als je 15 bent. En nu heeft vliegtickets.nl gezegd van ja, je moet 30 dagen wachten. En dat staan in de kleine letters en dat weten we ook. Maar hallo, als ieder bedrijf zomaar twee keer zoveel rekent voor iets en daarna zegt ja, kom over 30 dagen maar de helft terughalen, wordt rotzooi, want niet iedereen kan dat dus betalen. En ik hoor jullie denken, ja, het staat er in de kleine letters, maar ja, jullie hoeven niet gelijk zo te schelden. Ik bedoel, doe gewoon een beetje rustig, weet je. Even zien, Suikersilo Oost. Dat is gewoon kantoor 41 of zo, vliegtickets.nl. Nou, zitten we wel goed. Even kijken, kunnen we daar gewoon in? Zonder gedoe. Nee. Oh, ja. Lachen. Mooi, mooi. Wil je erdoor? Ja. Gaan. Tops. Kijk hoe goed hij dat deed. Oké, 41. Maar het gaat zo makkelijk. Ik ben een beetje zenuwachtig. Maar een beetje om jou, niet om hem. Waarom? Ja, om, jij gaat lopen klieren daar. Hoe weet je dat nou weer? Je moet zorgen dat je sympathiek bent voor de kijker. Ja. Dus goed afgepast. Ja. Durf je dit? Ja. Ja? We zijn er. Ja. Klaar voor? Ja. 157 euro. Iets wachten. Hoi. Moeten we deze kant? Hallo. Wij zijn op zoek naar iemand van vliegtickets.nl. Top, wie moet ik hebben?
gaan even kijken. De customer care afdeling. De kust, oh, dat klinkt leuk. Moet ik meelopen? Nee, wacht maar, ik weet niet of je is. Oké, okay, geen paniek. Is het gelukt? Nog niet, er is iemand nu aan het zoeken. Alvast, dankjewel. Kom hier. Het is vriendelijk, Hanna. Oké, okay, graag gedaan. Wil je ook even? Nee. Komt u even mee? Ik wil ook een knuffel. Ja, doei. Dat is zo awkward. Ja. Thanks. Doei. Oh, wat een mooi kantoor. Schitterend, poeltafel. Nee, zoek een stoel uit, zou ik zeggen. Top. Wat een luxe. Thanks. En dan komt er als het goed is wel iemand bij. Ja, dat is goed. Wij wachten hier even. Ja, goeiedag. Oh, hi. Hallo. Nou, snel. Leuk dat u er bent. Daar ben ik hier. Ik weet het wel. Ik ben Tim. Ja, ik ben Raymond. Is het Jari? Ja. Hij zit netjes toe. Wil je even de camera uitzetten? Oh, ik wil eigenlijk een handreden. Ja, dat mag, maar eerst even fatsoen nemen om te vragen of ik film mag doen. Oh. Hoi. Ik ben Raymond. Ja, nou, als we het over fatsoen gaan hebben, dat is een goed idee. De dames op de vloer waren allemaal heel aardig. Nou, is het zo dat hij een vliegticket heeft gekocht bij EasyJet. Een retour naar Lyon. En hij is heen gegaan, dat ging goed, terug kon niet, omdat EasyJet niet betaald had aan omdat vliegtickets.nl niet betaald had aan EasyJet. Dat kan ik niet beoordelen. Nee, maar we willen wel graag het geld terug. Is daar al voor gecommuniceerd? Ja, absoluut. Ja, want ik moest een nieuw ticket kopen voor 157 euro. Ja, maar dat is een beetje gek, want hij had gewoon een retour voor 163. En waarom kom je dan met een camera? Omdat hij niet echt goed gehoord wordt. Dat vind jij? Ja, dat is zo. Wij hadden nog gebeld. Luister, het is zo. Nee, ik luister, ik ben hier eigenaar van deze winkel. Ja, ja, ja. Jij komt ongevraagd binnen. Ja. Dus ik stuur je nu gewoon weer lekker naar maar buiten. Maar hij had niet ongevraagd. Hij mag gewoon even de correspondentie met mij delen. Oké, okay, is goed. Ja? Maar doe nou een beetje kalm. Nee. Ja, maar dat is jij beter. Jij komt hier ongevraagd binnen, je draagt zo'n raar microfoontje, komt de camera, die staat gelijk hoezo aan. Is raar? Hoezo vind je het raar? Hij is gewoon zwart. Waarom is het fatsoen dan? Het fatsoen. Waarom kom je met een camera binnen? Nou, wil je dat ik het uitleg? Wil je dat ik antwoord geef op je vraag? Ja. Nou, omdat het fatsoen er ook niet is vanuit grote bedrijven. Als jonge mensen bellen en zeggen, hey, het gaat mis. En dat ze zeggen, ja, whatever. Hij wordt niet gehoord. Jouw bedrijf zit in de grondbeginselen fout, want zij helpen hem niet. Nou, snap je? Dat kan ik niet beoordelen. Nou, dat ik wil, anders was ik hier niet. Nou, dat twijfel ik, want er zijn een heleboel shit tv-programma's. Ik hoop niet dat jij die maakt, absoluut laat ik dat voorop stellen. Nee, maar geef, zeg dan waarvoor je hier bent. Dat is best wel een hit. Wij willen zijn geld terug. Nee, maar voor welk programma? Oh, namens wie spreek je? Namens BNN, Boos, ja? Heet het. Boos? Ja, okay. het is nieuw, het is een maand oud. Oké. Okay. En draait het goed? Ja, het draait vak goed. Ja, leuk. Ja, hartstikke goed. Oké. Okay. Nou, misschien beginnen dus we jij bent nieuw. Boos? Hallo. Nee, ik ben helemaal niet boos. Hij is boos. Hallo. Ja. Hoi. Hij wil graag zijn geld terug. Ja. Omdat hij daar recht op heeft. Okay. Ik moest een nieuw ticket kopen van 157 euro. Mag ik dan even kijken wat wij geantwoord hebben? Okay. Laat mij dan even kijken. Ja, het is allemaal al wat vriendelijker. Kom. De heenreis is wel goed gedaan. Heenreis ja, alleen de terugreis hebben we niet betaald. Dat is het hele punt. Hebben wij niet betaald, maar je hebt wel een ticket van ons gehad. Hij ging inchecken, toen werd er gezegd, vliegtickets.nl heeft EasyJet nog niet betaald. Ja. Mag ik even naar de afdeling klantenservice tuurlijk, checken? Tuurlijk, met, ja? Tuurlijk, is goed. Nou, oh, hij werd eerst heel boos. Ja. Maar jij moet wel een beetje vriendelijk zijn. Die meer zijn voor jou aan het lopen nu. Ja. Maar jij zit gewoon in de puberteit. Ja, heftig. Vind je het heftig? Misschien. Ja? Heb je al een keer een meisje getongd? Dat is voor een kutvraag. Nou, ik vraag gewoon, dat is toch puberteitsvraag? Kutvraag. Maar ja of nee? Kutvraag. Ja of nee? Kutvraag. Nee hè? Kutvraag. Nee hè? Kutvraag. Zeg gewoon ja. Ja, ik heb ja. Ja. Ik ook. En? Als je, normaal doe je er 4 weken over, hè, dat je geld terugkrijgt. Mm-hmm. Want dat staat ook gewoon in onze algemene voorwaarden. Dus je krijgt gewoon de kosten terug. Ik heb het nu spoediger gemaakt. Dus je krijgt je geld gewoon terug. Maar dat hadden we ook gewoon door de telefoon kunnen zeggen. Prima dat je hierheen bent gekomen. Maar het zit gewoon in het proces. En ik zal hem versnellen. Heb je het volgende week op de bankrekening? Nou, hartstikke lief. Ja? Oké, okay, dan zal ik die aan de dames geven. Dat is goed. We hebben nog een oorkonde. Maar we hadden eigenlijk een halve. Want we dachten als je een halve ticket krijgt. Maar omdat hij het helemaal gefixt heeft, ontvouw ik hem. Krijg je een label? Nee, ik krijg een hele. Ja. Wel een beetje gênant dat jullie maar de helft leven van wat jullie beloven. Maar wel minder gênant dat jullie het gewoon even oplossen. Groetjes thuis, oorkonden. Is goed, en dat is een positief, hè? Die geven we bijna nooit weg. Ik vind het prima. En een bosje bloemen voor de helft van de prijs. Die zou ik aan de dames geven. En een taart. Ja, een taart. Ook nog zelfs. Ja, natuurlijk. Als je wist al dat je het teruggeeft. Nee, nou, anders kreeg je een halve taart. Anders kreeg je een halve taart. En ging de helft weggooien. Geld komt eraan. En ik hoop dat je volgende keer weer klant wordt. En sorry voor het ongemak, want dat was niet zo bedoeld. Even dankjewel. Ja, we lossen het op. Hartstikke bedankt. Ja? Nou, okay. Nog één keer. Oké, okay, goed. Succes verder. Hij leert het wel. Goed. Ja. Thanks. Hey, dat was een beetje makkelijk. Ja, ging heel makkelijk. We gingen naar binnen en toen was die man eerst heel boos. Ja. Maar hij draaide buiten, kreeg je geld. Precies. Ja.
Typisch jong. Ik bedoel, nou ja, dat is een goed idee. Ik vind hem enger dan vliegtickets.nl, als ik heel eerlijk ben. Ja, heel eng. Jij wordt een beetje de bad guy uit deze aflevering. Ja. Je hebt je geld terug. Ja. Ben je blij? Ja. Niet meer boos? Nee, niet meer boos. Wil je nog iets liefs zeggen tegen vliegtickets.nl? Nou, hartstikke bedankt. En de volgende keer dan weet ik nog niet of ik daar ga boeken. Waarom niet? Gewoon. Ze hebben het toch gefixt? Ja. Ja, misschien wel. Denk het wel. Ja, wil je wel even opruimen dit, ja? Ja. Doei! Tadaa! Jari heeft zijn geld terug. En oké, was niet heel moeilijk. Jari had ook een maand kunnen wachten. Maar aan de telefoon hadden ze iets anders gezegd. Nou goed, dat is afgesloten. Maar ben jij nou ook boos? Mail even naar boos@bnnvaren.nl en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Bedankt. Kleine zaak linksonder.